Als het aan justitie ligt, blijft Henk Kuipers nog maanden vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. De voorman van motoclub No Surrender werd in december aangehouden op verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie, mishandeling en afpersing. No Surrender zou volgens justitie verdienen aan het uit de club zetten van mensen, de zogenaamde bad standing. Op het moment dat je je misdraagt als lid zijnde, dan kan het bestuur overgaan tot een rooiement. Dan word je uit de vereniging gezet. Ja, en als je dan een voetbaltenue hebt of iets dergelijks, of bij je werkgever bijvoorbeeld, zie je het als een ontslag op staande voet. Als jij een auto van de zaak hebt of je hebt een telefoon van de zaak, ja, dan moet je dat inleveren. Dat is niet zo gek, daar is niks spannends aan. Justitie wil dat Kuipers vast blijft zitten omdat het onderzoek anders belemmerd zou kunnen worden. De rechtbank oordeelt morgen of Kuipers al dan niet op vrije voeten komt.